Ali, goed je weer te zien. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik ben ook heel blij om weer op het veld te staan in zo'n officiële wedstrijd. Dus mijn dag kan niet meer stuk, zeg maar. Ja. Heb je alweer een beetje wedstrijdritme? Ja, ik bedoel, afgelopen week heb ik met tweede gespeeld en heb ik gewoon minuten gemaakt. Vorige week had ik 80 minuten bijna met tweede opzitten. Ja, en deze week, donderdag, Dylan was ook nog niet helemaal fit. En de trainer zei van, ik wil je waarschijnlijk bij hebben zaterdag. En natuurlijk ben ik hartstikke blij dat je weer... De laatste wedstrijd was 31 mei 2018, Warendrecht uit. Dus na zoveel maanden ben je gewoon heel blij om weer op het veld te staan. Ja, je hebt inderdaad al geregeld met de tweede meegespeeld. Vandaag min of meer noodgedwongen was je er bij het eerste al bij. Had je niet liever gewoon een hele pot in de tweede gespeeld? Nee, ik moet zeggen, je zit gewoon op zo'n wedstrijd te wachten. Dus je wil gewoon zo snel mogelijk weer bij één aansluiten. Ik bedoel, je bent voetballer. Je hebt heel lang met deze jongens ook gespeeld, vorig jaar, 2 jaar ervoor. Dus ik wil gewoon bij één gewoon zoveel mogelijk minuten maken. Dus ik was heel blij met deze kans weer. Ja, het was een korte. Ja, nee, ik heb niet veel gedaan. Een paar ballen aangeraakt, maar... Veel ging lang, natuurlijk zij zaten te drukken. Maar dat weet je in zo'n wedstrijd. Dus daar hou je niet mee bezig. Maar meer gewoon die minuten die je hebt gemaakt. Die rentree weer na zoveel tijd. Dat maakt je gewoon trots en blij ook. Want het was ook niet altijd even makkelijk natuurlijk. Het team die dan gewoon voetbalt en jij weer revalideren. En dus ik was gewoon, toen ik terug was, gewoon je mag voetballen in plaats van je moet voetballen. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee. Ja, je ziet er ook echt blij uit. Ja, ik ben hartstikke blij. Nee, ik ben gewoon heel blij, dus . En hoe zie je je toekomst bij IJsselmeer Vogels? Om eerlijk te zijn, ik hou me gewoon nu op dit moment bezig echt met fit zijn. Ik wil daar nog niet echt over nadenken. Ik weet wat ik kan. Als ik mijn niveau haal, dan zou ik bij heel veel clubs terecht kunnen. Dus ik ga gewoon om mijn niveau weer terug te krijgen. En die minuten moeten gewoon gemaakt worden. Jamie, 1-3 overwinning. Lekker. Ja, zeker lekker gezien het resultaat. Goed gedaan. Ik denk... dat we, hoe heet het, alleen wel uit moeten kijken dat we niet te gemakzuchtig worden als we voorkomen te staan. Want dan zie je dat je alsnog in de problemen kunt komen, het laatste half uur. Ja, dat gebeurde zeker. Je moest nog een aantal keren handelend optreden. Ja, en weet je, dat is helemaal niet nodig. Als we gewoon als team zo blijven spelen zoals we deden, dan is er niks aan de hand. En nu hebben we het onszelf al nodig moeilijk gemaakt. Maar dat is weer een leer voor de volgende keer. En de volgende keer mag dat niet meer gebeuren. Heb jij een idee wat daar de oorzaak van is? Ja, ik weet niet. Misschien denken ze er dan toch iets te gemakzuchtig over. Of denken ze dat je er al bent. Maar ik denk dat er zat wedstrijden zijn geweest waarin je een voorsprong weg hebt gegeven. Dus ik vind dat je nu onderhand wel mag weten dat je niet meer gemakzuchtig moet worden. Er waren ook nog een paar momentjes waar je wat miscommunicatie had met je verdediging. Ja, ik niet echt hoor. Het was echt meer onderling. Ja, dat weet je, je hebt onderling afspraken en als die afspraken niet na worden gekomen, dan ga je weer in de problemen raken. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes die eruit moeten en als die eruit gaan, dan kan het nog heel mooi worden dit jaar. Daar rekenen we op. Je bent sowieso veel bezig geweest vandaag, want ook als je niet hoefde te redden, werd er achterin veel rondgespeeld. Ja, we probeerden het beetje tempo eruit te halen. Je weet dat hun conditioneel natuurlijk heel sterk zijn. En als je dan op bepaalde punten van de wedstrijd het tempo eruit kan halen, dan is dat alleen maar in ons voordeel. Dus vandaar dat we die optie hebben gekozen. Ja, dat was inderdaad duidelijk te zien. Ja, en dan win je natuurlijk ook nog aardig wat tijd mee. En als je ziet dan dat hun blijven inzakken, waarom zou ik nu niet achterin houden? Dus prima gedaan. Al met al een tevreden Jamie? Tot de 60 minuten en daarna niet meer. Danny, een lekkere overwinning vandaag. Ja, zeker. Lastige uitwedstrijd. En als je dan 3 punten pakt, is dat altijd lekker. Wat maakt de wedstrijd lastig? Ja, je weet nooit met wat voor teams ze komen. En je weet dat ze altijd willen voetballen en tussen de linies voetballen. En dat je veel achter de bal aan moet rennen. Maar ik denk dat we de eerste 60 minuten dat heel goed hebben gedaan. En terecht ook op 3-0 voorkomen. Maar dan moet je het ook nog uitspelen. Ja, en dat ging wat minder makkelijk. Dan komt er toch een beetje gemakzucht in de ploeg. Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Dat mag gewoon niet. Want ik denk dat ze, als ze een beetje scherp schieten, dan krijg je er gewoon nog 3-4 om je oren. En dat mag niet. Dat is het enige minpuntje van vandaag. Wel weer een glansrol voor jou. Ja, gelukkig wel. Ja, ik had er 3 moeten zijn, maar helaas schoot ik hem heel slecht in. Maar gelukkig pakte Mike hem de tweede helft goed op en schoot hem wel heerlijk in. Denk je dan niet, ik wil hem nog een keer proberen? Nou ja, het is gewoon, als je mist dan staat er ander op. En natuurlijk wil je hem weer nemen om je foutje goed te maken. Maar we hadden al gezegd, Mike, als we er nog één krijgen, dan mag jij hem nemen. En
Dat vertrouwen gaf iedereen hem en dat betaalde hij gelukkig goed uit. Volgende keer jij weer? Dat weet ik niet. Ik denk dat Mike hem weer opeist en dat zou ook terecht zijn. En dan, als hij dat doet, dan mag hij hem gewoon weer nemen en dan zien we het wel weer. Ted, dat was een lekker potje voetbal. Het eerste uur wel, ja. Ja, dat was echt heerlijk om te zien. En zoals je jezelf toch graag wil zien spelen. Waarin iedereen ook meedoet. Goed positiespel, rust aan de bal. Ook in de opbouw. Ja, dat, en een paar mooie doelpunten. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld was zeker het eerste uur was echt genieten. Ja, wel een wat laag tempo, maar ik begreep dat dat bewust was. Ja, ik weet niet waar je op doelt, laag tempo. Maar achterin een keer een balletje rondspelen om hun wat eruit te lokken. En ik vond juist op de momenten dat zij dan kwamen, ja, dan ging het tempo in het balbezit ging omhoog. En dan konden we fantastisch tussen de linies inspelen. Nou, en waar we al een tijdje mee bezig zijn om Danny ook vanaf de vleugels te bedienen. Nou ja, dat heb je vandaag gezien hoe gevaarlijk die dan kan zijn. Ja, en op het eind maak ik ook nog een wissel waarin je eigenlijk meer in een 4-4-3 opstelling gaat spelen. Ja, oké, dan kan je natuurlijk in een soort 4-3-3, maar je kan ook zeggen een soort 4-5-1 spelen. Je wil natuurlijk kijken met snelheid voorop, met Feliciano erin. Nou, die altijd goed is voor een goaltje wat dat betreft. En dat vond ik, dat zat er ook in, als we dat gewoon simpeler uitspelen. En dat is juist het moeilijkste in de voetbal. Dan kan je nog met grotere cijfers winnen. Maar 1-3, dat staat. En we doen weer mee. Het laatste half uurtje werd het wat moeizamer. Ja, maar dat is wat ik net aangeef. Dan moet je juist zorgen, je raakt wat vermoeid, om simpel te blijven spelen. Nou, en op dat moment wil iedereen de beslissende paas geven. Zij komen naar die 3-1, ja, dan ruiken ze natuurlijk bloed, dus die gaan alles of niet spelen. Ja, en dat is zaak dan om rustig te blijven. Nou, dat hebben we ook wel gedaan. Ook moet Jamie nog een paar keer handelend optreden. Maar dat zijn facetten in de voetbalsport wat erin sluipt. En dat mag niet gebeuren. Maar dat is wel weer een les voor de volgende keer. Al met al tevreden, denk ik. Nee, absoluut. Want je wint die niet makkelijk. Laat dat voorop staan. Je wint van geen één tegenstander makkelijk. Ja, en nou moeten we ons weer focussen op volgende week. Op Jong Almere. Want dat zal ook niet makkelijk worden. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat is natuurlijk ook weer een jong elftal. En dan moeten we kijken of we vandaag, zoals we vandaag gespeeld hebben. En dat gaat natuurlijk niet altijd. Maar dat zien we van de week wel weer. We gaan eerst hier even van genieten. En dan weer van de week op naar Jong Almere. Koploper voor in ieder geval een dag. Ja, dat klopt. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Je staat natuurlijk liever eind mei bovenaan. En ik vind wel dat er nu met 4 ploegen is er een gaatje geslagen tussen de rest. Nou, en wij staan er in ieder geval bij. En dat moeten we nu vol zien te houden. Dankjewel, goed weekend. Jullie ook.